Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video die iets anders is dan jullie van mij gewend zijn. Want ik heb de afgelopen 3 maanden een geheim met me meegedragen. Ik ben gewoon niet eerlijk geweest tegen jullie en ik kan het niet langer meer. Ik moet het gewoon nu echt kwijt, want ik wil gewoon de waarheid zeggen. En ik denk dat ik er vandaag eindelijk klaar voor ben. Wij blijven samen! Jee, yeah, eindelijk! De afgelopen maanden zijn Rutger en ik in het diepste geheim aan het zoeken geweest naar ons mooie Rutmans huisje. Ja, en het was echt het moeilijkste ooit, want wij delen altijd alles. En we hadden plotseling een geheim voor jullie, dus we konden nauwelijks de afgelopen tijd dingen snapchatten. Misschien is je wel opgevallen dat we heel veel voor een witte muur stonden. Nou, dat was gewoon hier. Een van deze muren waren dan. En daarnaast moesten we natuurlijk ook nog onze video's opnemen. Maar dat hebben we ook in onze oude settingen gedaan. Zo hier al. Ja, we waren hier aan het klussen en aan bezig. Maar goed. We hebben dus ons allereerste huisje en ja, ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Dus ik heb vandaag voor jullie een home tour, maar daarnaast onthul ik ook de nieuwe Virtue setting. Ja. Heel erg spannend. En heb ik nog een keertje 2 extra verrassingen. Spannend. Let wel even op, we wonen hier dus nog maar 5 dagen. Ja. Dus het ziet er nu nog een klein beetje uit als een woonwinkel. We moeten het nog een beetje Rutmans maken. Ja, dus de meubels staan er, maar het wordt nog wat gezelliger. Dus niet dat je denkt, jullie wonen echt gewoon in een woonwinkel. Ja. Maar we vinden het wel heel erg mooi tot nu toe. Ja. En het wordt alleen nog maar mooier. Dus er komen nog lampen en weet ik het allemaal. En aankleiding en palmbomen en slingers. Nee, dat is niet waar. Glitter. Ja, maar voor nu, doe even een duimpje omhoog als je het ook leuk vindt dat we eindelijk samen wonen. Want hoeven we niet meer heel het land door te reizen om bij elkaar te zijn. Ik droom hier al 1,5 jaar van. Yes. 2 jaar al bijna. Ja. Wow, de tijd gaat snel. Gaat snel. Kom, ga dat zien. Ja. Ik ga jullie een geweldige telcel rondleiding geven door het huis. Hallo en welkom in huizen Rutmans. Ik ga jullie even een rondleiding geven, dus kom maar mee. Allereerst wel eventjes je voeten vegen, want we hebben net een nieuwe vloer en daar zijn we heel erg blij mee. Het is een soort van betonachtige vloer en ik vind hem heel erg cool. Zoals je ziet is het echt een hele lange gang en we wonen er pas een paar dagen, maar inmiddels is dit niet meer een gang, maar meer een soort van catwalk. En zoals je ziet zijn er hier allemaal deuren en laten we gewoon maar kijken wat er allemaal achter zit. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik weet het natuurlijk al, dit staat nergens op. Dit is de badkamer en ik ben hier zo blij mee, want eindelijk in mijn leven heb ik een bad. Echt, ik wilde dit altijd al. Verder hebben we gigantische spiegels, waar maar even Thomas. Camera. Hi. 2 wastafels en daar ook nog een douche. Dus eigenlijk gewoon alles wat we nodig hebben. Super chill. En dan zijn we nu op de slaapkamer en we hebben net een nieuw bed en hij is zo fijn! Ik blijf eventjes liggen hierdoor. Verder hebben we hier nog hele leuke nachtkastjes staan, of nou ja, tafeltjes. Met daarop magische lampen die echt heel erg cool zijn. Kijk, ik kan gewoon zo doen. Oh. Ik bedoelde... Wow, it's magic. En voor het eerst in mijn leven heb ik een eigen kledingkast die ik niet hoef te delen met mijn moeder. Dus, nou, zeeën van ruimte gewoon voor al mijn kleren. En hierachter zit de meterkast met wat wasmachines, maar dat is heel erg boeiend. Dus laten we gewoon lekker snel doorgaan naar de woonkamer. Oh, wacht, hier zit ook nog een deur. Maar hierachter zit de Virtue setting en die bewaar ik voor straks. Dus, eerst de woonkamer. Het voelt wel een beetje alsof ik eigen huis in tuin aan het presenteren ben zo. Maar nou, dit is dus de woonkamer en we hebben gekozen voor een beetje een strak interieur. Dat vinden we namelijk zelf heel erg mooi. We missen nu nog echt heel veel dingen zoals lampen, foto's. Dus we moeten het nog wel een beetje eigen maken. En ik ben echt zo blij met onze bank. En hij ligt echt super lekker. Zodat we hier kunnen gamen, tv kijken, chillen. En dan hier de plek waar Thomas zich altijd zal bevinden. Nou, dat is niet waar. Nee hoor, ik vind het ook heel leuk om te koken. De keuken, ja gewoon, wat kan ik erover zeggen? Het is een keuken en we hebben een koelkast, dus ik ben blij. Wat ook heel erg cool is, is dat we super hoog wonen. Dus we hebben echt een heel erg mooi uitzicht. En dan nu, het moment. Waar je op hebt gewacht. Oh nee, wacht!
We hebben ook nog een toilet natuurlijk. Kom. Een van mijn favoriete plekken in het huis. En hier staat natuurlijk mijn playbutton. Als je begrijpt wat ik bedoel. De play. Oké, laat maar. Nou goed, dit was het toilet. Nu dan echt op naar de vuurtje setting. Weet je wat? Ik knip gewoon in mijn vingers en dan zijn we er. Dit is de nieuwe vuurtje setting! Yeah! Oké, misschien toch niet. Wacht. Welkom in de nieuwe vuurtje setting! Oh my god! Dit is zo cool! Deze kamer is gewoon op en top vuurtje. Natuurlijk is het oude vertrouwde vuurtje logo weer in de achtergrond aanwezig. En verder staat er hier nog een hele gezellige ananas. Ik weet ook niet precies waarom, maar ik vond hem gewoon leuk. En verder deze bijpassende gele lamp. En aan de andere kant hebben we 3 plankjes met erop elke week andere furbeleuze dingen. En nu staat er een emotieknuffel, een... Oh my god! Wat is dit? Dit is verrassing nummer 1. Er is een vuurtje knuffel. Kijk hoe cool die is. En dit is niet zomaar een vuurtje knuffel. Nee, dit is natuurlijk een Stay Fearless knuffel. En ik ben echt heel erg zacht, blijkbaar. Oh, het is zo lekker. Dit is dus de Forever Alone knuffel. Als jij ook Forever Alone bent en je wil van iemand om te knuffelen, dan kan je gewoon met mij knuffelen. Hoe cool is dat? Zo ben je dus nooit meer Forever Alone. Echt, dit is de beste uitvinding ooit. En naast dat je me kan knuffelen, kan je me ook gewoon neerzetten. Kijk, ik vind het zo bizar dat ik nu een eigen knuffel heb, maar echt... Super vet, maar dat is nog niet alles, want kijk mee. Verrassing nummer 2, en echt, dit had er al jaren geleden moeten zijn. Zoals je weet draag ik heel graag petten en, nou ja, ik doe hem gewoon op. Er is vanaf nu een echte vuurtje pet. Check hoe furbless deze is. Op de voorkant staat het logo in het wit. En op de achterkant staat hij nog een keertje, maar dan in kleur. En aan de binnenkant is hij ook helemaal afgewerkt met allemaal furtje logo's. En check dit logo aan de binnenkant, inclusief de furtje emoji. Hij is nog zo nieuw dat zelfs het kaartje er nog aan zat. Oeps. Ik ben echt zo blij met de pet en met de knuffel. Dat is nog niet normaal, maar ze zijn in ieder geval vanaf nu verkrijgbaar via vuurtje.nl. Zowel de Forever Alone knuffel als de pet. Gewoon 4 nieuwe dingen vandaag in deze video. Een nieuw huis, een nieuwe setting, een knuffel en een pet. Ik ben heel erg benieuwd wat je van alle veranderingen vindt. Laat het zeker even weten. Wat vind je bijvoorbeeld van de setting? Ik ben er nu al echt heel erg enthousiast over. Dus misschien dat je nu ietsjes beter snapt waarom ik de afgelopen tijd iets minder actief was op social media. Maar dat gaat vanaf nu dus weer helemaal veranderen. Ik kan weer alles delen wat ik wil. Dus volg me zeker eventjes op Instagram. Ik heet daar Rutger Vink. Op Twitter heet ik ook Rutger Vink. En op Snapchat kun je me toevoegen. Daar heet ik Veurtje. Voor nu wil ik je even een hele dikke knuffel geven en bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon volgende week first weer vanuit mijn nieuwe setting om 9:30 middags. Maar tot die tijd, stay fearless! Doei doei!